Welkom bij een nieuwe aflevering van Black Friday. Vorige week hebben we het uitgebreid gehad over Erik ten Hag. Vandaag, mede op verzoek van jullie, gaan we het hebben over Julian Nagelsmann. Wie is die talentvolle trainer die begon als jeugdtrainer bij 1860 München, vervolgens bij Hoffenheim en daar ook hoofdtrainer werd op zijn 28ste? Pieter, om in het kort, dat is wel echt een bizar jonge leeftijd, laat maar zeggen, om te starten als hoofdtrainer. Hè? Ja, hij werd in die periode ook de baby Mourinho genoemd. En eigenlijk was het een beetje bij toeval door gezondheidsproblemen van Huub Stevens dat hij er vervroegd voor kwam te staan. Want eigenlijk, Hoffenheim zag in hem wel de nieuwe hoofdtrainer, omdat hij trainde toen al een tijdje daar de A1. Nou, dat ging hartstikke goed. Volgens mij is hij ook kampioen geworden in die periode, terwijl Hoffenheim natuurlijk in principe niet de beste jeugdopleiding van Duitsland had. Dus iedereen in die club zag wel van, we hebben hier iets bijzonders rondlopen. En dit is onze hoofdtrainer van de toekomst. Maar dat was een heel moeilijk jaar voor Hoffenheim. Dus Hoffenheim stond praktisch onderaan, leek te gaan degraderen. En het was een hele moeilijke fase. Nou, toen ging de oude trainer eruit. Toen hebben ze eigenlijk een soort van tweetrapsraket gedaan. Zoals je het later bijvoorbeeld bij Nederlands elftal hebt gezien met Hiddink en Blind. Hey, we stellen eerst deze coach aan voor de korte termijn. Was toen in dat geval Huub Stevens, die ze erin moest houden. En dan volgend seizoen heeft hij een hele voorbereiding en komt Nagelsmann voor deze groep te staan. Nou, dat was het idee. En de praktijk was dat Stevens op een gegeven moment last kreeg van zijn gezondheid. Dat hij, toen ze nog midden in de degradatiepaniek zaten, moest stoppen. En dat Nagelsmann op dat moment het moest overnemen. En dat is natuurlijk wel een bizarre situatie om te beginnen. Want je bent 28 en je neemt het over bij een club midden in het seizoen. Je hebt eigenlijk geen tijd om te trainen. Er staan zoveel belangen op het spel. De sfeer is slecht. En je moet het dan maar zien te redden. En als je het in die omstandigheden niet alleen redt om ze meteen anders te laten voetballen. Meteen in de Bundesliga te houden. Maar ook meteen eigenlijk met bijna dezelfde groep een paar jaar later richting Champions League voetbal te gaan. Dat is een ongelofelijke prestatie wat hij natuurlijk heeft neergezet. Zeker als je zijn leeftijd nog in oogschouw neemt. Ja, jij hebt het over andere manier van voetballen, laat maar zeggen, en dezelfde selectie. Is hij vanaf dag 1 al anders gaan werken dan? Ja, redelijk. Hij is redelijk snel wel begonnen met zijn manier van trainen en zijn manier van denken, om dat te introduceren bij die groep. En hem ook, zeker in die beginperiode, heeft hij ook heel veel geëxperimenteerd met systeem en ook heel erg gekeken naar, hoe speelt de tegenstander, hoe kunnen wij ons daarop aanpassen? Dat was natuurlijk ook een van de redenen dat hij de bijnaam had Baby Mourinho, omdat hij continu bezig was met, wat doet die tegenstander en hoe kunnen wij ons daarop aanpassen? En zeker op het moment dat je net begint bij een team, en je kunt eigenlijk, zeker in balbezit, je kunt niet aan twee knoppen draaien en dan in één keer een balbezitmachine ervan maken. Zeker niet als de kwaliteit ontbreekt, zoals op dat moment bij Hoffenheim ook het geval was. Wat je wel kan doen is een soort van organisatie, met name in het verdedigen, erin brengen en per tegenstander kijken naar waar zijn ze goed in, waar zijn ze minder goed in. En afhankelijk daarvan, waar ligt onze kans? En dat is wat hij zeker in die beginperiode heel erg gedaan heeft. En je ziet dat hij bij Hoffenheim daarna redelijk snel is gaan toewerken naar eigenlijk veel meer een vaste formatie en een vast idee om vanuit te werken. En dat je dan ook in balbezit op een gegeven moment de hand van Nagelsmann terugzag. Maar hij is begonnen met die verdedigingen, dat organiseren en kijken naar tegenstanders en kijken hoe je op een korte termijn resultaat kan pakken. En juist die flexibiliteit van geest is natuurlijk heel knap voor een jonge trainer. Want je ziet niet altijd dat als een jonge trainer ergens begint, vaak je hebt gewacht op die kans als jonge trainer. Dus je hebt allemaal ideeën in je hoofd en je denkt, nu ga ik beginnen. En dan denk je, ik ga al die ideeën toepassen. Dat is waar het vaak misgaat bij jonge trainers, dat ze te snel al hun ideeën erin gooien bij zo'n groep. En dat die groep denkt, wat maken we nou mee? En hij slaagde er meteen in bij Hoffenheim om een deel van zijn ideeën over te brengen, maar ook nog een deel eigenlijk een soort van achterwege te laten, zodat het meer was dan dat die spelers ervoor kregen aan informatie, maar dat er niet zoveel was dat ze dachten van poeh, hier worden we erg moe van, nu kunnen we eigenlijk niet meer. En dat hij meteen die balans wist te vinden, dat laat wel zien dat hij een heel groot talent is. En ik zeg nu dat hij een heel groot talent is, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat, omdat hij relatief jong moest stoppen als voetballer, dat hij ook veel ervaring heeft. Dus hij komt op zijn 28ste voor de groep te staan. Maar in feite heeft hij meer ervaring als trainer. Op het moment dat hij daar voor de groep komt te staan, dan pakken beet Mark van Bommel bij PSV, Van Bronckhorst bij Feyenoord of De Boer bij Ajax. Want die hadden allemaal x jaar in de jeugdopleiding gewerkt. Van Bronckhorst had nog niet eens zijn eigen team getraind. En die komen dan voor de groep te staan. Ja, Nagelsmann die trainde al 10, 15 jaar jeugdteams. Dus die had eigenlijk meer ervaring, ook al was hij jonger dan de meeste trainers die hoofdtrainer worden. Ja, maar toch kom je anders binnen. Van Bommel heeft een grote carrière, Van Bronckhorst natuurlijk ook. Dus dat is denk ik iets makkelijker om je verhaal te doen. En ook, laat me zeggen, het respect af te dwingen van een jonge groep. We hebben het over de voetballer. Jij zegt 28 jaar, komt hij voor de groep te staan. Wat weten we van hem als voetballer? Niet zo heel erg veel. En wat dat betreft was het leuk dat recent op The Athletic, dat is een
Amerikaans-Engelse site een profiel verscheen over de voetballer Julian Nagelsmann. Nou, het is in ieder geval niet zo dat deze man helemaal niet tegen een balletje kon trappen. Dus hij heeft best nog op een hoog niveau gespeeld. En veel teamgenoten van destijds die zijn ook best wel positief over de voetballer Nagelsmann. En die zeggen eigenlijk, hij had hun niveau om zeg maar een oké speler te zijn in de Bundesliga / tweede Bundesliga op basis van met name zijn spelinzicht. En toen raakte hij geblesseerd en daardoor heeft hij niet gehaald en is hij redelijk snel richting een trainerscarrière gegaan. Maar het is dus niet zo dat Nagelsmann geen bal recht vooruit kan trappen en geen enkele bal kan aannemen en dan in één keer voor een groep komt te staan en dat dan toch kan overbrengen. Hij heeft in ieder geval nog wel een soort van basisvaardigheden, ook als voetballer, die hij dan misschien ook weer mee kan nemen richting de manier waarop hij zijn team traint, begeleidt en waarop hij misschien ook een gesprek op een gegeven moment aan kan gaan met spelers in zijn selectie. Ja, voordat we het hebben over de trainer, Julian Nagelsmann, wil ik het kort nog even hebben over zijn keuze voor Leipzig in dit geval. Want hij staat op zijn 28e voor de groep. Hij gaat van degradatienood, gaat hij naar Champions League voetbal. En dan informeert Real Madrid ineens. Hij geeft zelf aan, ik ben er nog niet aan toe, want ik wil me ontwikkelen als trainer. Is dat ook de reden waarom hij uiteindelijk voor de club uit Leipzig heeft gekozen? Daar lijkt het sterk op en dat is in ieder geval hoe hij het zelf ook uitlegt. En ik denk dat dat ook wel iets zegt over Nagelsmann. Het is niet iemand die bezig is met alleen de korte termijn of nu geld verdienen. Maar het is iemand die in alles denkt vanuit de lange termijn, vanuit ontwikkeling. En ook kijkt, dat is zowel bij zijn ploeg. Dus als hij Hoffenheim overneemt, dan gaat hij kijken naar hoe kan ik die spelers ontwikkelen. Maar ook naar zichzelf. Dus hij is niet iemand die direct wil cashen of direct voor de grootste naam wil gaan. Want hij kon in die periode bijvoorbeeld ook naar Bayern München. Het is bekend dat die een paar keer bij hem geïnformeerd hebben. En hij heeft een heel bewuste keuze gemaakt, zelfs al een jaar van tevoren, om richting Leipzig te gaan. Omdat hij bij Leipzig kon gaan werken met Ralf Rangnick. Wat een trainer is die hem inspireert. En die als technisch directeur bij die Red Bull clubs, bij die verschillende Red Bull clubs, een duidelijke spelfilosofie heeft ontwikkeld. En blijkbaar heeft hij die teams van Red Bull gezien en het team van Rangnick gezien en gedacht, hé, hier kan ik iets uithalen, hier kan ik iets van leren als trainer. Ik wil eigenlijk met Ralf Rangnick werken. En Ralf Rangnick zit op dit moment bij Leipzig. Nou, hij is er ook niet meteen ingesprongen, maar hij heeft eigenlijk Rangnick als een soort van tussenjaar heeft hij ertussen laten zitten toen hij zijn laatste jaar bij Hoffenheim had. Ook omdat hij Hoffenheim niet van de een op de andere dag in de steek wilde laten. En in die zin kon ook Rangnick natuurlijk tot op zekere hoogte een soort van voorwerk doen voor Nagelsmann. Dus die kon al een soort van die selectie gaan doorselecteren, zowel op het veld als op de transfermarkt, om uiteindelijk een selectie te hebben waarmee Nagelsmann van dag 1 aan de slag kan op de manier waarop hij uiteindelijk wil werken. En wat dat betreft is het gewoon een hele strategische keuze geweest om richting Leipzig te gaan en ook een keuze voor zijn eigen ontwikkeling, in plaats van inderdaad dat je op de eerste de beste trein komt, springt die voorbij komt en dan maar hoopt dat het goed uitpakt bij zo'n grote club. Ook al ben je daar misschien nog niet helemaal klaar voor als trainer. Maar het is wel een goede match. Het is een innovatieve club en dat past ook wel bij een type als Nagelsmann. Ja, past heel goed bij elkaar. En ik denk dat hij ook weer wat kan toevoegen aan die Red Bull teams. Dus wat hij kan leren van Rangnick is voor een deel nog die organisatie bij balbezit tegenstander, bij dat je net de bal verliest, hoe ga je dan druk zetten? Nou, dat kunnen al die Red Bull teams als de beste. Nou, wat is de uitdaging voor die meeste Red Bull teams om iets van balbezit in dat spel te krijgen? En om ook aan de bal een duidelijk idee te hebben over wat gaan we doen op het moment dat de tegenstander eigenlijk alleen maar lange ballen speelt, niet in onze pressing speelt en we zelf het spel moeten maken, zijn we dan in staat om daar doorheen te voetballen? En ik denk dat dat een element is waarbij Nagelsmann nu duidelijk bezig is om dat toe te voegen aan de Leipzig-stijl. En hij heeft ook de spelers individueel, qua kwaliteiten, om dat te kunnen doen waar hij dan misschien bij Hoffenheim niet altijd heeft gehad. Nee, dan gaan we naar een verhaal van vorig jaar van Alfred Schreuder in de Pro Special. En die haalt ook inspiratie uit de werkwijze van Nagelsmann. En een van de dingen die me opviel uit het interview was breintraining. Ja, niet alleen inspiratie, maar die zijn elkaar natuurlijk toevallig tegengekomen, want Schreuder ging mee met Stevens als assistent toen Hoffenheim in de Bundesliga te houden. Nou, Schreuder was de assistent, Stevens kon niet door. Toen was op een gegeven moment inderdaad de situatie, Stevens gaat weg, Nagelsmann komt daar. Hij had ondertussen, had Schreuder natuurlijk Nagelsmann ook al een keertje ontmoet. Ik dacht, jonge trainer. En Nagelsmann had Schreuder ontmoet. Die gingen met elkaar over voetbal praten, dat bleek wel te klikken. En die besloten, oké, we gaan met z'n tweeën door. En hij heeft dus eigenlijk een jaar lang, of anderhalf jaar lang zelfs, heeft hij met Nagelsmann op dagelijkse basis gewerkt. Op dagelijkse basis de trainingen geleid en
de speelwijze bepaalt. En in die zin heeft hij natuurlijk een heel goed inkijkje gekregen in de manier waarop Nagelsmann met een groep werkt. Hoe hij uiteindelijk zijn ideeën probeert over te brengen. Ik denk trouwens dat het in totaal moet het ongeveer 2 jaar geweest zijn. Want dat is natuurlijk pas in de winter toen destijds naar Ajax gegaan. Maar dus de best lange periode heeft hij met Nagelsmann gewerkt. Sterker, Nagelsmann wilde Schreuder ook weer meenemen naar Leipzig als assistent. Ja. Wat Ajax destijds niet wilde. Maar die twee, ja, die zijn dus goed met elkaar. En Schreuder die weet, ja, misschien in Nederland als de beste van hoe Nagelsmann uiteindelijk werkt. En waarvan hij zegt, nou, dat is nou echt iets wat Nagelsmann heeft toegevoegd. En waarover ik verrast was toen ik met Nagelsmann over voetbal ging praten. Is breintraining. Hij traint niet alleen, ja, wat je natuurlijk gewend bent bij voetbal, ja, het lichaam. Dus dat de spelers fit zijn of inderdaad techniek. Maar eigenlijk is het voornaamste wat Nagelsmann in al zijn trainingen probeert te introduceren. Dat het brein van de voetballer eigenlijk overbelast wordt. Waardoor hij in trainingen situaties wordt gebracht die moeilijker zijn dan de situaties waarin hij terechtkomt in de wedstrijden. En dat kun je natuurlijk op allerlei manieren doen. Maar dat zit met name in kleine ruimtes met veel spelers en dan, ja, vaak veel omschakelvormen en dat er, ja, heel veel chaos is. Vaak doen ze dat ook met, ja, verschillende ballen, et cetera, of met bepaalde regels die hij dan toevoegt, waardoor het, ja, voor die spelers extreem complex is om iedere keer de juiste oplossing te vinden. De toevoeging van die regels, is dat dan het moment dat ze denken, hey, nu heeft de groep het door, ik ga de regels aanpassen, en dan moeten ze opnieuw nadenken over de nieuwe situatie? Nou, wat Schreuder daarover vertelde, is dat het eigenlijk continu wisselt. Dus wat Nagelsmann in alle tijden wil voorkomen, en in die zin is het ook wel heel erg anders dan Nederlandse trainers. Het is ook niet dat het ene, ja, beter is dan het andere. Dus bijvoorbeeld Louis van Gaal, die heeft een hele duidelijke, ja, werkwijze. En die, ja, brengt vanaf zijn eerste training de pasentrapvormen in de positiespellen en de partijspellen. En die bouwt op die manier een training op. En, ja, door het jaar heen zie je iedere keer dezelfde trainers. Zoals bij Barcelona bijvoorbeeld de rondo's. Zoals Guardiola bijvoorbeeld traint. En die rondo's, ja, die zijn eigenlijk het hele jaar door hetzelfde. Je ziet door het jaar heen dat hun niveau binnen die rondo dan enorm aan het toenemen is. En dat is dan ontwikkeling. Nou, dat is niet wat Nagelsmann wil. Nagelsmann die wil dat iedere training anders is en iedere situatie anders is. Omdat hij denkt, op het veld is ook geen wedstrijd hetzelfde. Dus moet ook geen training hetzelfde zijn. Dus doen we, ja, met name in het begin van de week. Dus als ze ver weg zijn bij de komende wedstrijd, dan, ja, doet hij, ja, een heleboel ingewikkelde vormen om spelers eigenlijk in situaties te brengen waar ze op de automatische piloot het gewenste gedrag gaan vertonen. Dat is eigenlijk de hele truc. Dus hij gaat niet tegen hen zeggen van, ja, dit moet je doen of dat moet je doen. Dat is natuurlijk ook heel erg de Nederlandse manier van trainen. Ja, dus je legt het stil, je gaat het uitleggen. Nou, hij legt helemaal niks uit. Dus hij brengt ze gewoon in situaties en in trainingsvormen waarin de spelers automatisch het gedrag moeten gaan vertonen waarvan hij wil dat ze dat ook in de wedstrijd gaan vertonen. Dat is bij Ajax ook toegepast, toch? Dat ze op een gegeven moment het breedtespel waar ze zo zat, dat het veld zo smal gingen maken, waardoor je dus ook die rechte ballen moet gaan spelen. Ja, exact. En dat is dus de manier waarop zij, ja, over dit soort dingen nadenken en waarop, ja, met name Nagelsmann met een groep bezig is. En tegelijkertijd had Nagelsmann, ja, altijd een soort van, ja, trainingsopbouw waarin hij binnen de week wel wist van, ja, als we op een gegeven moment weer richting een wedstrijd gaan werken, dan moet je ook weer een soort van comfort terugbrengen naar de spelers. Dus in het begin van de week was het eigenlijk vaak heel erg ingewikkeld en wisten de spelers totaal niet van, goh, wat hebben we nou weer voor gekke oefening die ons voorgeschoteld wordt. En aan het einde van de week werd het langzaam vertrouwder en begon het steeds meer te lijken, ja, op wat je uiteindelijk in de wedstrijd te zien krijgt. Waardoor ze ook uiteindelijk met vertrouwen dan toewerken naar een wedstrijd. Want als je de hele week eigenlijk geen idee hebt wat er allemaal weer aan het gebeuren is op het trainingsveld, dan sta je misschien ook niet lekker op het veld bij de aftrap. Moet ik het dan zo zien dat de eerste 3 dagen van de week, laat maar zeggen, dan allerlei oefeningen zonder uitleg gewoon uitvoeren. Ja, en heel simpel uitvoeren, maar geen uitleg geven. En vervolgens, kort voor de wedstrijd, dat hij daar toe gaat werken naar zijn opstelling en dan pas tactisch gaat trainen en duidelijk gaat maken wat hij van zijn spelers verwacht. Is dat een beetje de werkwijze dan? In de kern komt het daarop neer, waarbij ook nog zo is dat hij werkt vanuit thema's. Dus voor balbezit tegenstander en de omschakelmomenten, ja, definieert hij bepaalde, ja, spelprincipes. Daar hebben we het de vorige keer over gehad, wat spelprincipes zijn. En dus, ja, ideeën die hij heeft bij balbezit, bij balverlies, wat moet mijn team doen? En, ja, binnen die thema's, nou, heeft hij dus een themaweek balbezit en dan, ja, zijn alle oefeningen geënt op het spel in balbezit en heeft hij vormen bedacht waardoor die spelers uiteindelijk nog meer het gewenste gedrag gaan vertonen dat hij wil zien op het moment dat zijn ploeg de bal heeft. Dat is eigenlijk de kern. En, ja, dan in die week draait alles om dat
thema. En daar zijn dan de oefeningen voor bedacht. En dan ja, ga je van een ingewikkelde vorm op een gegeven moment naar een iets simpelere vorm in de week. Zodat uiteindelijk die spelers daar wat ja, meer vertrouwen in krijgen. Maar dat tegelijkertijd die spelers in die week op dat specifieke thema ja, ontwikkeld zijn. En dat is heel erg ja, de manier waarop hij het opbouwt. Dus het is inderdaad vanuit het triggeren van het brein en continu vanuit tactiek en speelwijze. Dus dat staat echt centraal in de manier waarop hij ja, zijn ploeg begeleidt en probeert te ontwikkelen. Ja, die begeleiding is wel interessant, want je kunt het ook niet loszien van zijn achtergrond. Hè? Want hij heeft een studie psychologie heeft hij gevolgd, geloof ik. Hè? Klopt, klopt. En ja, wat dat betreft een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld José Mourinho, die ook meer een wetenschappelijke achtergrond heeft bij ja, hoe werken bepaalde processen. En in ja, het geval van Nagelsmann is dat inderdaad dat hij ook veel weet van het brein en de werking van het brein en hoe ook ontwikkeling werkt binnen het brein. En ja, er zijn natuurlijk allerlei ja, theorieën over. Er wordt ook allerlei wetenschappelijk onderzoek naar gedaan naar ja, wat is de beste manier om ja, spelers uiteindelijk te ontwikkelen. En eigenlijk ja, blijkt steeds meer uit dat soort onderzoek dat daarna gedaan wordt, dat die werkwijze zoals Nagelsmann die voorstaat, dat dat een goede manier is. Dus dat je op een heleboel verschillende manieren een bepaalde prikkel ervaart, in plaats van dat je inderdaad één ding aanbiedt. Omdat wat je dan vaak ziet, als je echt één ding continu hebt aangeboden, is ook wel iets wat je bijvoorbeeld ziet bij Nederlandse ploegen, met name in het verleden, als ze dan bijvoorbeeld in Europa gingen spelen. Dus ze hebben altijd één prikkel aangeboden gekregen. Ze weten precies hoe ze onder druk, bij wijze van spreken, moeten uitspelen tegen een team. Dat druk zet vanuit 4-3 met de punten voor. Dan weten ze, oh, hier ligt een vrije bal. Dan speelt Pietje en Jantje en dan spelen we er zo onderuit. En dan speelt de tegenstander in één keer in een ander systeem en zet op een andere manier druk. En dan zie je alle spelers naar elkaar kijken van wat gebeurt hier. En op het moment dat jij ja, eigenlijk de achterliggende ideeën kent en dat jij continu in chaotische situaties bent gebracht waar je ja, de oplossing zelf hebben moeten vinden. En dan is het ook makkelijker om dat uiteindelijk in de wedstrijd te doen, op het moment dat daar iets geks gebeurt of iets onvoorspelbaars gebeurt. Of de tegenstander in één keer van het systeem wisselt. Of je staat in één keer met 10 man. Of ja, er kunnen allerlei gekke dingen gebeuren in de wedstrijd. En ja, zijn theorie is, ja, je moet je team daarop voorbereiden dat op het moment ja, dat de shit aan is en er gaan rare dingen gebeuren, dat dan de spelers nog steeds de juiste keuzes kunnen maken. Omdat ze eigenlijk continu in situaties zijn gebracht ja, waar ze eigenlijk niet wisten wat de keuze was en dat dan zelf moesten kunnen uitvinden. En dan moeten ze dat ja, na afloop ook uitvinden. Maar dat betekent natuurlijk niet dat hij helemaal geen instructies geeft. Dus een van de dingen die Nagelsmann ook meteen geïntroduceerd heeft bij Hoffenheim is een televisiescherm. Dus op het trainingsveld ja, staat er een groot televisiescherm waar dan live de trainingsbeelden op te zien zijn. Maar die kan hij ook terugspoelen. Dus op het moment dat er inderdaad een keertje niet het gewenste gedrag wordt vertoond en hij wil dan toch ja, een soort van uitleg daarover geven, dan kan hij dat ter plekke op het veld doen. Uitleggen, hey, we deden dit, ik wil dat we dat doen, ga verder met trainen. Maar dan ja, vertel je dat niet alleen, maar de spelers zien ook wat ze gedaan hebben. En dan is het makkelijker om dat ja, direct naar het veld te vertalen dan wanneer je zelf dat nog in je hoofd moet bedenken. Ja, je had het net over een spelsysteem. Nou, even pakken we de wedstrijd tegen Tottenham erbij. Daar maken ze een goede indruk in de Champions League, zowel uit als thuis. Hier zien we een opstelling en dan praat je over een 3-4-3 formatie. Ja. Maar dat doet hij niet altijd, hè? Nee, hij is redelijk flexibel in zijn systeem. En wat dat betreft kijk je ook heel erg naar de tegenstander en naar hoe hij zelf speelt. En een van de dingen die Schreuder daar ook over vertelde is dat, had hij in Nederland nooit meegemaakt, Schreuder, maar dat Nagelsmann in de trainingskamer bij Hoffenheim, maar ook in de kleedkamer, op het moment dat hij de wedstrijdbespreking doet, niet één tactiekbord heeft staan met het systeem, maar heeft altijd 2 tactiekborden staan. Dus hij heeft 1 tactiekbord staan van wat gaan we doen in balbezit. En hij heeft 1 tactiekbord staan wat gaan we doen bij balbezit tegenstander. En in principe speelt zijn team ook altijd 2 verschillende formaties. Iedere wedstrijd 2 systemen. 1 systeem balbezit. 1 systeem balbezit tegenstander. Ja. En ja, wat dat betreft zit er eigenlijk altijd al variatie in. En dit is natuurlijk ook een systeem wat we hier zien wat ze bijvoorbeeld in balbezit speelden tegen Spurs. Maar verdedigend was het misschien 5-4-1 in die wedstrijd. Met die buitenspelers die wat verder terugkomen. Die backs die dan terugkomen. Wat dat betreft ja, speelt hij altijd ook wel in verschillende systemen. En bij Leipzig is hij uiteindelijk op deze manier gaan spelen. Want in de eerste seizoen zelf ja, heeft hij nog veel geprobeerd te spelen eigenlijk vanuit 4 verdedigers. 4-3 heeft hij een aantal keer gedaan. 4-2-3-1 heeft hij gedaan. Het systeem 4-4-2 met eigenlijk ja, van die buitenste middenvelders die er eigenlijk een soort van extra aanvallende middenvelders erbij komen. Waardoor je het ook een 4-2-2-2 zou kunnen noemen. Het high-back systeem. Ja, zoals veel Red Bull teams dat spelen, heeft hij ook nog geprobeerd. Dus hij heeft in de eerste seizoen zelf heel veel gezocht. En toen heeft hij uiteindelijk
in de winter heeft hij Angelino erbij gehaald. En daarmee had hij eigenlijk op links een back die de hele flank kon bestrijken. Kon hij Halsterberg gaan gebruiken als derde centrale verdediger. Ja, in zijn dienst speelt hij veel in dit systeem bij Leipzig. Nou, laten we gaan naar het verhaal balbezit. En dan praat jij over het stijlklatsprincipe. Ja. Wat houdt dit in? Ja, dat is een van de spelprincipes die Nagelsmann hanteert. En die ook al meer Duitse trainers hanteren. En eigenlijk is het relatief simpel, het stijlklatsprincipe. Namelijk, stijl is een verticale paas hard over de grond. Richting een bepaalde speler. Nou, die ontvangt de bal dan vaak met de rug naar het doel. Nou, die moet hem dan kaatsen, klatsch. En dan komt er een derde speler onder. En die komt dan vrij, als het goed is, met het gezicht naar het doel van de tegenstander. En die kan dan vervolgens vanuit daar creatief zijn. Dat is eigenlijk het principe wat we in Nederland het derde man principe noemen. Dus je speelt verticale paas. Je dwingt vooruit. Ja, waarmee je een aantal tegenstanders uitspeelt die in de organisatie staan. En dan kaats je hem, waardoor je uiteindelijk iemand tussen de linies van de tegenstander vrij krijgt. Dus dat is uiteindelijk een vrij simpel principe. Maar om dat uiteindelijk spelers consequent te laten uitvoeren, ja, dat kan nog wel eens lastig zijn. Kijk, iedereen die wel eens een Nederlands team de bal achterin heeft zien rondspelen, ziet dat soms spelers, zeker als de tegenstander goed georganiseerd staat, en in Duitsland staat bijna iedere tegenstander goed georganiseerd, ja, dat je dan in één keer kan vervallen in pases achterin in de breedte. En ja, dat is waar hij zijn team enorm op voorbereidt. Ja, geen ballen in de breedte, maar zo snel mogelijk diepte zoeken. En dat is een kwestie van heel veel trainen. Ja, Spurs had er in ieder geval veel moeite mee. Helaas hebben we geen beelden om te laten zien wat we hiermee bedoelen. We hebben wel wat stils gevonden. En dan ben ik benieuwd wat jij hiermee wil laten zien, dit beeld. Ja, hier zie je eigenlijk datzelfde principe van opbouwen met drie man. Zoals team van Nagelsmann dat eigenlijk bijna altijd doen. Op het moment dat hij eigenlijk niet met drie man centraal achterin speelt. Dus je ziet hier de twee centrale verdedigers die gaan wat breder staan om een optie te bieden aan de keeper. Is hij dan in dit geval een van de twee controleurs die daartussen komt, eigenlijk als derde optie. Nou, en als je deze opbouwstructuur pakt, je kunt zo een beeld pakken van Nagelsmann bij Hoffenheim. Dan zie je hetzelfde met die twee centrale verdedigers. En toen was vaak Hübner de meest centrale man, die dan ook iets voor die twee centrale verdedigers stond. Eigenlijk bijna als een libero, die er dan iets voor kwam in die eerste fase van de opbouw. Om op die manier daar een ruit te creëren en zo de eerste fase van de opbouw vorm te geven. En ja, vanuit daar uiteindelijk de weg naar voren te zoeken. Maar op het moment dat de tegenstander hier zo vastzet dat die paas te risicovol is. Dat zul je ook altijd zien bij Nagelsmann team. Dat ze dan, ook vanuit het stijlklatsprincipe, dat ze dan hard direct de bal naar voren spelen. Om daar met z'n allen druk te zetten. In plaats van dat ze ten koste van alles die opbouwvorm gaan proberen te geven. We hebben nog een beeld geselecteerd. Hier heeft Leipzig de bal en dan weer vanuit vier verdedigers. Ja, en hier zie je eigenlijk ook weer terugkomen wat we net beschrijven tegen Spurs. Dus eigenlijk het voorwaarde creëren om uiteindelijk die stijl pas te kunnen geven. Om vanuit daar met die klats uiteindelijk tussen de linies vrij te komen. Zie je wat hier die aanvallende middenvelder op rechts doet eigenlijk? Ja, die aanvallende middenvelder op rechts doet dat. Maar dat doen eigenlijk ook de drie voorwaartse door redelijk compact te staan bij de vijf verdedigers van Düsseldorf. Waardoor die backs van Düsseldorf op een gegeven moment in de keuze komen van durven we echt door te gaan op die backs van Leipzig of blijven we staan? Want als ze doorgaan, dan lopen ze altijd het risico dat een Werner in één keer die ruimte in hun rug gaat benutten. Dus dat je in één keer die bal erachter kan leggen. Nou, dan durven vaak die backs niet uit. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat je beschrijft met Spurs. Dus dan is Bergwijn teruggedrongen en nu door de manier waarop die drie aanvallers zich positioneren, worden die twee backs achterin gehouden en daardoor krijg je uiteindelijk die ruimte op het middenveld. Want je ziet dat nu ook al de afstanden zo zijn dat op een gegeven moment zo'n centrale verdediger die bal er tussendoor zou kunnen spelen. En wat ze dan inderdaad het liefst willen is dat de centrale verdediger die nu de bal heeft, dat hij hem richting één van die drie spitsen speelt, waarop die aanvallende middenvelder die nu al achter zijn directe tegenstander staat, dat die uiteindelijk die bal kan krijgen met zijn gezicht naar het doel. En dat is stijl klats. Maar dat begint inderdaad al met veldbezetting. En dat is niet alleen inderdaad roepen van speel hem naar voren, want dat begrijpt iedere speler wel, dat je de bal naar voren moet spelen. Ja, en tot slot toch een variant met drie verdedigers, wat ze dus over het algemeen het meeste doen. Ja, dit is inderdaad die opbouw waar je ze met drie centrale verdedigers ziet. En dan zie je vaak dat de meest centrale, dat het ook echt een goede voetballer is. Al is dat niet altijd het geval, want hij varieert daar een beetje in. Maar vaak is dat echt de beste opbouwer van de drie als hij met drie centrale speelt. Nou, die twee controleurs die proberen in dit geval
ja, hun directe tegenstanders daar te binden. Je ziet ook al dat die linkercontroleur, die beweegt al een beetje weg naar de zijkant. Om op die manier eigenlijk de paaslijn te openen richting de Nkunku en Werner, die daar centraal staan. Dat daar uiteindelijk een paas naartoe mogelijk is. En daar zie je eigenlijk alweer hetzelfde principe terugkomen. Dus die controleur die begrijpt, ik moet nu niet zelf de bal vragen, want dat is natuurlijk heel verleidelijk om daar die bal te vragen, dan je tegenstander met je mee te nemen en dan de paaslijn dicht te lopen. Nee, hij loopt bewust weg om uiteindelijk die paaslijn te openen richting de Nkunku en Werner, om vervolgens daar weer onder te komen. En dat is wat je continu gaat zien als jij een Nagelsmann-team ziet in balbezit, dat die middenvelders bezig zijn om die lijnen te openen naar die aanvallers, zodat in één keer direct die bal gegeven kan worden en anderen eronder kunnen komen. En dat is niet alleen aanvallend voordelig, omdat je dan natuurlijk sneller richting het doel van de tegenstander gaat. Maar het is ook verdedigend voordelig, want als jij die directe paas speelt en je raakt hem kwijt, dan sta je uiteindelijk weer met 8-9 man achter de bal. En dan is het moeilijk om een counter te plaatsen waar je, als je hier gaat proberen die controleurs bij wijze van spreken in te spelen, je verliest dan de bal. En dan heb je meteen een probleem bij een counter. Dus zowel aanvallend als verdedigend is het aantrekkelijk voor de Nagelsmann om heel direct te voetballen. Ja. Dan gaan we naar de situatie dat Leipzig de bal niet heeft. En dan hebben we het over pressing triggers. Ja, dat is de Engelse term daarvoor. Er zijn natuurlijk ook wel Duitse termen voor. Er is geloof ik niet echt een Nederlandse term voor om dit te beschrijven. Maar wat de pressing trigger eigenlijk is, nou eigenlijk het woord zegt het al, iets wat de pressing triggert. Dus ja, er is een situatie die zich voordoet waardoor jij vanuit je defensieve organisatie in één keer met z'n allen druk gaat zetten. En de situaties die daarin zich voor kunnen doen, dat zijn pressing triggers. Ja, daar hebben we een paar voorbeelden van. Ja, dit is een wedstrijd inderdaad tegen Bayern. En hier zie je ze nog echt in de defensieve structuur staan, Leipzig. Dus dat was in deze wedstrijd verdedigend vanuit een soort 4-4-2 met die buitenspelers wat verder aan de binnenkant. En nu zie je ze inderdaad in principe gewoon hun vaste posities bezetten. En die tegenstander ook nog wel een soort van de ruimte geven om nu op te bouwen. En van daaruit is het inderdaad wachten tot een speler die op een gegeven moment iets doet, waardoor in één keer dat hele team naar voren schiet om druk te gaan zetten. Ja, want het volgende, dit vind ik wel een opvallende, is ook weer vanuit de as waarbij de keeper alleen de keuze heeft of een lange bal of de back aan te spelen. En dat willen ze juist ook, hè? Ze willen je eigenlijk een beetje die kant op duwen, toch? Ja, precies. Dit is eigenlijk een situatie die al een stapje verder is. Dus die vorige situatie was dat je nog echt in de organisatie staat. En hier zijn ze al van de organisatie richting een moment gegaan waar ze voorzichtig aan het druk zetten zijn. Dus je ziet iemand doorgaan op de keeper. En je ziet de drie centrale opties, dat die echt afgesloten worden, dat daar echt iemand bij komt te staan. En dat Werner, die in dit geval druk zit op de keeper, die loopt ook zo aan dat hij een beetje de paaslijn naar de enige verdediger die nog een beetje vrij staat, dichtloopt. Waardoor die twee backs, als je daar nu naar gaat kijken, die rechtsback en die linksback, die staan vogelvrij. Maar op het moment dat de keeper die bal gaat geven, is lang onderweg, moeilijk te controleren, want het moet via de lucht. En tegen de tijd dat diegene hem heeft aangenomen, dan kun je hem daar aan die kant met z'n allen vastzetten. En dat is een van de principes die je eigenlijk altijd terugziet bij Red Bull teams, maar ook vaak in Nagelsmann teams. Dus dat je het centrum helemaal dichtzet, dan alle opties daar weghaalt en dan volgens de tegenstander daarmee dwingt om richting de zijkant te spelen. Want daar wil je uiteindelijk liefst de tegenstander aan de bal hebben, want dan ben je ver van het doel. Je hebt niet heel veel opties, omdat je beperkt wordt met zowel de zijlijn als soms ook nog de achterlijn. Ja. En vaak als jij als speler hier aan de zijkant de bal hebt, je kunt hoogstens misschien terugspelen of een van de middenvelders die dichtst bij zijn is aanspelen. Maar je kunt bijna niet over de hele openen, tenzij je een fantastische speler bent. Maar als jij een fantastische speler bent, sta je meestal niet rechtsback. Dus zeker tegen dit soort teams als Paderborn, als dan de rechtsback de bal heeft, dat is hartstikke prima voor Leipzig. Dan gaan we naar het laatste beeld. En een van de principes die Nagelsmann dus aan had, op het moment dat een speler met zijn gezicht in het eigen doel, dan moeten ze druk zetten. Dat is echt een signaal dat de hele ploeg moet gaan. Precies, dat is dus typisch een van die pressing triggers die dan van tevoren zijn afgesproken. Dat je weet, die speler krijgt die bal met zijn rug naar de situatie. Hij heeft al niet zo heel veel opties. Dus als deze speler, als je ziet dat hij de bal krijgt, die kan hem eigenlijk alleen terugspelen of naar de keeper of naar een van die twee centrale verdedigers. Je ziet al dat die aanvallers zich zo aan het opstellen zijn dat die passes naar de centrale verdedigers eigenlijk extreem risicovol worden. En die speler heeft ook nog de rug naar de situatie, dus die ziet niet wat er in zijn rug gebeurt. En waarschijnlijk op het moment dat hij deze bal kreeg ingespeeld, was de speler die nu al bijna in zijn rug stond, was 5, 6, 7 meter verderop. Dus die denkt, ik kan nog aannemen. Die ziet niet wat er gebeurt. En in één keer zit er al iemand in zijn nek en dan heeft hij bijna geen opties meer. Dan
Eigenlijk er zijn er maar een paar spelers in de wereld, een Busquets of een Thiago, die dan er alsnog uit kunnen draaien en dan de oplossing kunnen vinden. Maar een speler van Paderborn, ja, die in zo'n situatie de bal krijgt, het is een extreem grote kans dat hij de bal verliest. En als je hier in het centrum de bal verliest, in de situatie waar Leipzig nu staat, ja, dan gaan ze er ook meteen gevaarlijk uitkomen om te counteren, want het staat helemaal open zoals ze nu georganiseerd zijn. En dat zijn situaties die Nagelsmann probeert af te dwingen, maar dat kan dit zijn als pressing trigger, maar je kunt allerlei andere pressing triggers verzinnen. En noem er eens een. Nou, een van de dingen die bijvoorbeeld Liverpool wel eens doet, maar ook Nagelsmann heeft het ongetwijfeld wel eens gedaan, is als pressing trigger om passes te tellen. Dus je laat die tegenstander eigenlijk rustig achterin rondspelen. 1, 2, 3, 4, 5 passes. En die tegenstander denkt, hij wordt niet echt druk gezet, spelen hem gezellig rond. Maar er is van tevoren afgesproken, bij iedere 7e paas gaan we druk zetten. Dus bal 6 wordt gespeeld, nog steeds niks aan de hand. En ze spelen in één keer paas 7. Bam, massaal druk op de bal. Ja, en als tegenstander weet je natuurlijk niet wat je meemaakt. En je begrijpt ook niet waarom zitten ze nu in één keer druk en daarvoor niet. En waarom weet dat hele team dat ze nu druk moeten zetten. Het is niet te bevatten als jij daartegen speelt. Ook al ga je het kapot analyseren. En je kunt ons ook voor de tv zetten. Maar waarschijnlijk ontdek je nooit dat de pressure trigger is dat het de 7e paas is. Tenzij je het weet. En die spelers van Nagelsmann, die weten dat. Dus op die manier ben je in je voordeel. Maar dat kan natuurlijk ook op bijvoorbeeld een paas naar een back zijn. We hebben het eerder over gehad van die back heeft weinig opties. Vaak ook niet de beste speler. Nou, dan ga je daar druk zetten. En zo zijn er tal van pressing triggers. En dat is natuurlijk ook vaak een beetje afhankelijk van de tegenstander. Dus als jij inderdaad weet, als deze speler aan de bal komt, die is niet zo goed aan de bal. Als je bij wijze van spreken de finale van de Europa League erbij pakt, Ajax tegen Manchester United, Mourinho weet, dan vindt Sanchez niet de beste opbouwer bij Ajax. Dan geven we die de bal. En zo kun je natuurlijk als Leipzig ook denken om bijvoorbeeld of een verdediger aan de bal te krijgen en dan in één keer met z'n allen druk te zetten. Of een middenvelder die misschien niet zo comfortabel is aan de bal. Zodat je daar met z'n allen druk op kan zetten. En op die manier, je ziet dezelfde principes terugkomen. En de manier waarop ze uiteindelijk druk zetten is hetzelfde. Maar de trigger die ervoor zorgt dat ze druk gaan zetten, dat is heel erg afhankelijk per wedstrijd en per tegenstander. En in die zin, je kunt heel goed voorspellen, ze gaan op een bepaald moment druk zetten. Maar wanneer en hoe ze dat gaan doen, dat verschilt per wedstrijd. Dat maakt dat ze aan de ene kant dat die spelers zelf best wel heel veel vastigheid hebben, maar dat ze aan de andere kant voor tegenstanders extreem onvoorspelbaar zijn. Ik wil aan jou een aantal opties voorleggen en dan ben ik benieuwd naar jouw mening. Nou, hier zie je al het beeld met Nagelsmann samen met Klopp. Ja. Het lijkt een hele logische opvolger. Ben je het daarmee eens? Nou, het zou een hele interessante kunnen zijn inderdaad. En wat dat betreft, bij een club als Liverpool zal het ook heel goed passen. Als je ook ziet zijn carrièreopbouw, Hoffenheim is natuurlijk ook een club met een visie, met een spelidee, met een eigenaar die geduld heeft, die kiest voor de lange termijn en waar hij de kans heeft gekregen en dat hij zich uiteindelijk ontwikkeld heeft. Nou, Leipzig, hetzelfde verhaal. Dus als je vanuit die gedachte gaat kijken, dan is het heel logisch dat zijn volgende club ook weer zo'n soort project zou zijn. En als je Liverpool ziet in de afgelopen jaren, extreem stabiel, extreem duidelijk wat het idee is, wat de speelwijze is. Nou, tussen Nagelsmann en Klopp, er zitten wel verschillen in de speelwijze, maar hemelsbreed maakt het ook niet heel veel uit. En wat dat betreft kan hij, denk ik, misschien ook wel een beetje doen wat bijvoorbeeld Tuchel deed bij Dortmund toen hij het overnam van Klopp. Dat hij het inderdaad overneemt, zodat je dan volgens een paar elementen toevoegt. Ja, die misschien wat meer bij Nagelsmann passen dan dat ze bij Klopp passen. Ik denk dat dat wel een hele goede match zou kunnen zijn voor Nagelsmann om het over te nemen van Klopp. Zodra hij op een gegeven moment vertrekt bij Liverpool, omdat je gewoon weet dat dat een rustige club is. Die niet meteen in paniek raakt als de resultaten uitblijven. En dat je ook echt de kans krijgt om daar iets neer te zetten bij het een intelligente club met intelligente mensen om je heen. Gaan we gelijk naar de volgende. Daar is het verloop in de selectie wel wat groter en natuurlijk niet echt rustig. Klopt. En hij komt een beetje, geloof ik, oorspronkelijk uit deze regio, Nagelsmann. Dus in die zin, die wordt veel gelinkt aan Bayern eigenlijk al jaren. En tot nu toe heeft hij dat iedere keer afgehouden. En tegelijkertijd, als hij binnen Duitsland wil blijven en hij wil nog een volgende stap zetten, dan is eigenlijk Bayern de enige optie. En ergens is het ook wel zinneprikkelend wat er zou kunnen gebeuren als Nagelsmann bij Bayern komt. Want hij heeft nooit gewerkt met het beste materiaal. Stel dat hij naar Bayern gaat, dan kan hij zijn ideeën toepassen met het allerbeste materiaal. En dat is op zich wel een hele interessante match die je dan zou kunnen krijgen. En hij kan het daar natuurlijk ook in het Duits doen met Duitse spelers, et cetera. Wat natuurlijk nog wel een verschil is ook qua cultuur. Met dat je naar het buitenland gaat, dat je een andere taal moet leren en een andere club moet leren kennen. Op zich, als hij binnen Duitsland nog een stap zou willen maken, dan is Bayern de enige optie en ook de meest logische optie. Dan gaan we naar de laatste club.
Daar zal hij moeten dealen met Lionel Messi. Ja, hij heeft ooit wel eens voorzichtig laten vallen dat Barcelona dat het toch een beetje zijn droom is en zijn ideaal is. Hij is ook goed bevriend met Pep Guardiola. Dus dat zegt denk ik ook wel iets zeg maar, over zijn manier van denken. Hij heeft er nu toe altijd bij clubs gezeten met niet het beste materiaal. En dan heeft hij ook in balbezit zeker lang niet altijd het beste voetbal gespeeld. Dus kijk, mensen kijken misschien nu deze video en die denken ik ga 8 wedstrijden van Leipzig kijken. Het is ook niet het leukste voetbal wat je gaat zien in Europa. Er is over nagedacht, het is goed georganiseerd. Het is allemaal tot in de puntjes verzorgen wat dat betreft. Maar puur voor het oog, puur als liefhebber. Ja, je moet ervan houden dat iemand de paaslijn opent en dat hij volgens het directe paas geeft. Maar als je er niet van houdt, dan is het niet per se het leukste kijkspel. Maar ja, dat hij continu contact heeft met Guardiola en dat ze continu met elkaar discussiëren via de telefoon over hey, hoe had jij deze situatie opgelost? Of waarom heb je deze keuze gemaakt? Of waarom heb ik deze keuze gemaakt? Okay. Ja, dat is bekend. Daar hebben ze zelf ook al het een en ander over gezegd. Dat ze dat sms-contact hebben. Maar dat toont aan dat hij wel ja, op die manier denkt. Dat hij misschien ook een beetje aan het wachten is. Tot hij op een gegeven moment bij een club komt waar hij het materiaal heeft. Om ja, het voetbal te kunnen spelen waar hij echt vrolijk van wordt. En wat dat betreft hij is natuurlijk super interessant om na te denken over. Ja, wat zou er gebeuren als Nagelsmann bij Barcelona komt. Omdat als Nagelsmann bij Barcelona komt. Dan is hij de trainer die er in theorie wel voor zou kunnen zorgen dat het klassieke Barcelona-voetbal, dat natuurlijk met name geënt is op balbezit, dat hij daar ja, misschien nieuwe elementen aan kan toevoegen, waardoor hij ook het Barcelona-voetbal wat meer misschien naar de moderne tijd brengt. En wat dat betreft ja, zou ik dit doorgaan willen zien. Een trainer die met het huidige Barcelona, dus met Messi, of zou je juist moeten wachten tot het tijdperk Messi ten einde is en hem dan voor de groep te zetten? Ik denk dat het beste moment voor hem zou zijn dat het tijdperk Messi net ten einde is. Dat iedereen bij Barcelona ook wel begrijpt van ja, we moeten nu bouwen aan een nieuw Barcelona. En als je dan iemand zoekt om een nieuwe Barcelona te bouwen, die een nieuwe identiteit kan vormgeven van een elftal zonder Messi, ja, dan is Nagelsmann jouw man. Nou, dankjewel. Dit was Julian Nagelsmann. Aan jullie de vraag wie we volgende week moeten behandelen. Heb jij zelf een voorkeur, Pieter? Niet direct. Het makkelijkste is natuurlijk, nou ja, dat is ook niet helemaal waar. Het makkelijkste is inderdaad een trainer die je al goed kent. Maar er zijn natuurlijk best wel veel trainers die je ooit wel een keertje bekeken hebt. En ooit wel een keertje geanalyseerd hebt. Waardoor je al een soort van basis hebt waarvanuit je kan werken. Nou, zoals jullie horen wil Pieter Zwart uitgedaagd worden. Aan jullie de taak om een goede suggestie te doen in de comments. Laat weten wat je van deze video vindt. Liken, abonneren en dan zien we jullie volgende week weer terug. Tot ziens.